allermooiste feestje. De serie waarin ik op zoek ga naar, je raadt het niet, het allermooiste feestje. En vandaag ben ik uitgenodigd door Bram. Goedenavond, Emma. Goedenavond, we gaan je uitnodigen voor een metalfeest. Wat een herrie. Een keer wat anders. Een keer wat anders dan normale muziek. En voornamelijk als je doof wil worden. Wat een herrie. Wat een allermooiste feestje. Zoals altijd ga ik op zoek naar de verplichte versnapering, de gangmaker en het absolute hoogtepunt. En als je oordoppen bij de hand hebt, zal ik ze maar vast inpluggen. Want dit is niet zomaar een metalfeestje. Dit is Harry Metal! Nou, volgens mij is dit het. Aan het geluid te horen. Hoe is het binnen? Gezellig. Is het een beetje hard? Mm-hmm. Moet ik nog iets weten voordat ik naar binnen ga? Ja, misschien mensen die rondrennen met zomaar moshpits. Oh, er zijn moshpits. Mm-hmm. Mogen wij gewoon door? Oké, was het iets te luid binnen? Ja, de takkenherrie. Takken? Ja, echt. Wie ben jij? Ik ben Jasmijn. Hey Jasmijn. Is dit voor jou het allermooiste feestje, Jasmijn? Dat zeker. Vertel eens even waarom. Om ik hou van metal, maar ik dare je om korpspin te doen wat ik ook op heb. Ik daag je uit. Jij daagt mij uit om er... Ja? Ik daag je uit. Nou, op zich ben ik daar wel down mee. Ik daag je uit. Ja, dat zeg je nou al 3 keer, maar ik accepteer de uitdaging. Vind je bij mij passen? Zullen we die doen? Panda? Ja. Panda, ik ga voor een panda. I look like a panda. Volgens mij ben ik er klaar voor. Harry Metal! Waar is Bram? Oeh! Oeh! Zo de tering. Oh shit. Dit is toch ook wel een toffe plek. Dit is één grote loods en er gebeurt van alles. Hey, hoe is het met jou? Sorry? Wie ben jij? Bram. Bram! Bram, jij hebt mij uitgenodigd. Zeker. Waarom is dit het allermooiste feestje? Hey, je hoort het al. Die herrie op achtergrond. Ja, ik kan je zeggen. Het is gewoon leuk. Gewoon gezellig. Het enige festival dat doorging in de coronatijd. Ik hoor mezelf eigenlijk niet eens meer, maar... Ik moet even die oordop in. Ik sta niet, sorry. Je moet even die oordop in doen. Ja, dat doe ik nu. Nou, nee. Nou, dit wordt een hele leuke aflevering. We gaan elkaar helemaal niet verstaan. Sorry. Oordop in. Wat? Oordop in. Huh? Oordop in. Je moet echt gaan schreeuwen, lieverd. Vertel eens even, waarom is dit zo'n leuk feestje? Ah, gezellige muziek. Gezellig? Ja. Beetje herrie maken, toch? En wat is er zo leuk aan herrie dan? Nou, dit. Herrie. Nou, het is toch herrie? Herrie. Helemaal geen herrie. Maar waarom? Waarom herrie? Dit. Wat vind je zo leuk aan herrie? Ik krijg echt nul antwoorden. Herrie, want herrie. Ik kan gewoon mijn gedachten kwijt. Gewoon eventjes nergens aan denken. Gewoon heel simpel. Iedereen kan zichzelf hier zijn. Je kan gewoon, inderdaad, hè, wat jij doet en wat ik doe, gewoon, je kan kortspeed doen. Je kan van tering herrie houden, je kan hier komen voor het lekkere bier. Alles is goed. En hoe hard gaat het hier nog vanavond? Ja, het gaat nog wel een stuk harder worden dan dit hoor. Dit is nog maar het begin. Dit is nog maar het begin? Ja. Zo, jongens. Heel simpel, wat je eigenlijk gewoon aan een metalhead moet vragen. Zeg maar, als Slayer niet zou bestaan, want ik bedoel, iedere metalhead roept wel eens een keertje in zijn bestaan van Slayer! Dus als ik nu heel hard Slayer roep, dan gaat iedereen mee? Zeker. Oké. Gewoon hard, goed hard, hè? Slayer! Het werkt! Oh, mijn stembanden! De sfeer zit er al lekker in en dus is het tijd voor de verplichte versnapering. Wat gaan we drinken? Alkmaar Blond, want ja, we zijn in Alkmaar, Harry is in Alkmaar. Dus ja,
kan niet anders dan ook mijn broertje. En hoeveel procent is dit? 6. 6,5? Oh, dat kunnen we prima leien, jongens. 6,5%, daar gaan we. Slayer! Lekker! Slayer! Laat je likken! Ik kan dus een beetje headbang ook. Ja, die niet. Ja, bij zijn vriend ook. Er zit de techniek al. Zeker wel. Ligt aan de band, ligt aan de muziek. Maar meestal is gewoon van kin naar je borst en zo ver mogelijk terugwerken. En je hebt hem. Nou ja, zolang je maar gewoon lekker gewoon headbang. Iedereen vindt het ook wel goed. Dus. Oké. Nou, kijk. Ik kom er wel in hoor, kan ik je vertellen. Heavy metal zit vol met allerlei kleine werelden waar je in kan verdwijnen en jezelf kan vinden. En omdat het inmiddels tijd is voor mij om op zoek te gaan naar de gangmaker van dit feest, duik ik maar eventjes zo'n klein universum in. Gehoord dat dit jouw domein is. Ja, voor vandaag wel. Maar hoe breng jij de sfeer op gang hier? Nou, we hebben dus een magnetron mee. Het ziet er echt heel cool uit, wil je het zien? Laat het maar zien, Steven. Laten we eens even kijken wat hij doet. Veronica top 100. Voor de veiligheid. Ah. Het is muziek gestuurd. Ik heb geen idee wat hier gebeurt. Woe! Dit is de enige echte gangmaker trofee. Okay. Die reik ik uit aan de persoon of de plek of het ding wat de gang maakt. En dat was in dit geval de magnetron. Oh, hij vindt hem lekker. Spit. Dus, ik vind hem heel bedreigend. Ik weet niet of ik erin durf. Als ik wakker word, denk ik. De teringen, wat hard gaat het hier. Oh! Fuck yeah! Slayer! Thank you! Ja, is toch leuk?